De Lambic Award is een award die we uitreiken met Horal aan mensen die zich er dienstelijk ingezet hebben voor de promotie van de traditionele lambicbieren. Dit jaar gaat de Lambic Award naar Andy de Brouwer van Les Eleveurs in Halle en naar Yannick de Handschutter van Sir Quinten te Lennik. Zowel Yannick als Andy zijn twee traditionele wijnsommeliers die achter de traditionele lambicbieren staan. Zij proberen ons erfgoed, ons liquide erfgoed, die oude geus en oude kriek aan hun klanten aan te prijzen, de waarde daarvan te laten kennen en eigenlijk de mensen die traditionele producten terug te laten ontdekken. Ik denk dat bier, en zeker artisanaal bier, meer en meer een plaats heeft op een wijnkaart. En dat is een beetje gegroeid de laatste 5 à 10 jaar. Maar de laatste 3 jaar zit dat echt in een stroomversnelling. En de doorsnee sommelier is zich bewust dat hij niet mag achterblijven met een bepaalde bierkennis. En dat die kennis moet overgedragen worden naar de eindconsument in het restaurant. Dus eigenlijk is de sommelier de laatste link tussen diegene die het bier maakt, dus de diegene die het produceert. Maar eigenlijk is de sommelier de schakel naar de consument. En die moet het kunnen uitleggen. Het is een uniek product in de wereld. En ja, we zitten in de streek van de oude geus, Pajottenland-Sennevallei. Dus we proberen dat op die manier heel hard te gaan promoten. En ook het verdient vandaag zijn plaats in de gastronomie. Omdat het echt wel heel mooi matcht met de hedendaagse keuken. We gebruiken het eigenlijk tijdens de ganse restaurantbeleving, zal ik zeggen. Ik denk dat we oude geus kunnen gaan serveren als aperitief met de juiste hapjes. Bij voorgerecht, bij hoofdgerecht en zelfs bij de kaas. Ik stel heel graag oude geus voor in combinatie met verschillende kazen. Dus dat maakt het heel inzetbaar eigenlijk in ons vakgebied. Ik denk ook dat de consument er meer klaar voor is dan 10 jaar geleden. Men stapt af van hoog gealcoholiseerde wijnen. Men stapt af van zwaar gebarriceerde eikgelagerde wijnen. Men keert terug naar fraîcheur, men keert terug naar zure en naar lagere alcohol. Dat is een algemene tendens. En juist in dat plaatje, vooral in de opkomst van de natuurwijnen, is eigenlijk zijn die artisanale bieren van onze regio mee opgenomen in dat aanbod. En je voelt duidelijk dat een liefhebber van natuurwijnen ook een liefhebber is van geus en lambic.